zit al een week hier in huis. Ik word helemaal ziek hier, man. Week je niet naar buiten. Man. Ik word helemaal gek. Ik word helemaal gek. Die buren die de hele dag naar boven lopen. Hey! Man! Hallo Petrovski. Petrovski, man, ik word helemaal lijp hier. Maat, ik zit al weken hier in huis. Broer, je bent net een hoopbewoner. Je laat je van niks horen en nu opeens word je gek. Ik word helemaal gek. Als ik facecam had, dan is dat die camera kapot. Mijn hand trilt. Yeah, maat, ik word helemaal lijp. Ik word helemaal lijp hier, man. Broer, volgens mij zat je gewoon te chillen. Wou je met niemand spreken, man, broer. Je vergeet je mensen, man. Yo. Sorry, mijn telefoon hangt automatisch op als er bullshit wordt gepraat. Broer, mensen hebben iPhone 13. Nou, gooi die iPhone 5 van je weg. Bro, luister dan. Ik heb hier mijn knuppel. Ik sla straks heel deze huis aan gooit. Maat, even serieus. Niet zo ondankbaar, man, broer. Bro, tenminste een huis. Oh, gaan we met dit soort praatjes komen? Bro, ik heb een huis waar ik al weken zit in opgesloten, maat. Weken. Ja, wat maak jij ervan? Volgens mij zit jij gewoon stiekem te chillen daar en aan de lachgas. Chillen? Maat, heb je mijn huis gezien? Het stinkt. Sorry dat ik niet zo'n vieze motorbende hobbyclubje heb, hoor. Bro. Pas je nou op, maat. Kijk mezelf aan in de spiegel, hè. Volgens mij is het gewoon niet helemaal goed gegaan met jou. Je hebt iets opgefokt en je laat je gewoon weken niks meer van je horen. En je verwacht, wij lossen jouw shit op, broer. Begin hierin te komen en los die shit met ons op, man, broer. Die man loopt nog steeds buiten, man. Ja, die man loopt nog steeds buiten. Bro, door jou heb ik de verkeerde geschoten. Hoe bedoel je door mij, broer? Door jouw domme hoofd schieten. Die zijn sporters! Die man zijn sporters! Maat, luister, ik kijk mezelf nu aan in de spiegel, hè. Ik word ziek. Bro, kom maar hier. Ik ga heel mijn huis in de fik zetten. Rustig. Kom ophalen. Ik kom eraan. Bro, ik zie zelfs mijn telefoon nu in de lucht zweven, bro. Ik denk dat ik gek word. Tranquilo, ik kom maar. Hij zweeft in de lucht, man. Ik word ziek, guys. Wees dan. Oh, de tyfus TV. Oh, alles kan de tyfus hier krijgen, maat. Maat. Ik word helemaal niet wakker als ik nog meer kapot mep. Want die spiegel ook eraf. Scheid hoef ik ook niet meer te doen. DJ set voor wat? Het enige wat me draait is mijn hoofd. Dat is het enige wat draait. Tyfus fase ook. Helemaal paranoia, je bent helemaal paranoia. Kut, fase ook nooit mooi gevonden. Oh. Yo, Achie. Yo, broeder. Yo, ik heb een idee, man. What's up? We gaan naar de HB toe en slaan elke agenda die er is. Bro, kom met een idee wat geld oplevert of jouw problemen oplost. Dit verergert je problemen alleen maar. Nee, maar het verzacht het wel. Wie noem jij idioot? Oh. Ja, jou, broer. Jij bent een idioot. Maat, ik heb mijn tv kapot gemapt. Ik heb mijn wc in de tering ingemapt. Ondankbare hond, jongen, broer. Even serieus. Mensen hebben geen televisie of een wc. Kijk wat je doet met je spullen. Gaan we het hier weer over hebben, maat. Gaan we het hier over hebben. Welke mafkees slaat zo zijn tv in garde waar hij op kijkt? Ja, maat. Ja, het is wat het is. Ik kijk toch nooit naar tv, joh. Het is wat het is, hè? Het is wat het is. Ik kan niet eens zenders ontvangen, man. Zo, maar ben je al in de buurt? Ik kom er nu aan, Achie. Ik moest even mijn porto's joinen en shit. Stuur me locatie dan. Ik weet niet eens waar de fuck je bent. Ja, ik woon in het skeerste appartement die er is bij Blokkenpark. Oh, je bent in je man cave. Kom maar op. Ja, in mijn man cave ben ik. Ik bel me als je er bent. Ah, ja, is goed, strijder. Hi. Yo. Oh, daar zou je hem hebben. Hallo. Yo. We zitten in die zwarte Porsche, man. Hi, ik kom naar buiten. Buiten, gap. Ja, toch. Yo! Bro, fucka. Zwarte varken, what the fuck? Hey, bro, fucka met deze. Fucka, niet mee slaan. Hey, niet gek, hey, sorry. Ik map gelijk, hè. Sorry. Nu uit mijn weg, ik map Peter. Gelijk. Peter, sorry. Ik ben geen Peter. Sabber. Hamoud, ik kom. Oh, maat. We hebben gelijk alweer een poort. Dat was nog geen 2 seconden buiten. Maat, ik word helemaal gek. Ik ben ready om iedereen te mappen, jongen. Nice. Oh, yo, fuck out boys, hoe is het? Heel rustig. Zo, hoe lekker, volle autootje, man. Ja, alleen we hebben bezoek achter ons. Nou ja. Wat? Senna. En een Porsche, 2 Porsche. Dus hoe komen ze ons aan? Ja, broer, je komt met een gruppel naar buiten. Ja, maar ik map ze nu allemaal als het moet. Hé, ziektekiet! Ja, bro, je trekt ze er allemaal uit met deze Porsche. Op die ene Porsche achter ons na.
Hey boys, wij worden achtervolgd door twee Porsches. Omdat zo'n knuppeltje gezien Porsche hebben. En een weet ik voor wat die andere wat hier. Porsche en McLaren, jongens. Ze hebben een knuppeltje gezien. De bank. Ja, ze praten in de Porto. En ze callen ons. Ze gaan ergens klaarstaan. Waar? Wie moet instappen dan? Ja, 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 wij draaien voor. Ja, ja, die one man. Peter! Yo! Zie je die witte auto achter ons? Ja, ja. Stap daarin met je knuppel, ja? Oké, okay, hij gaat hier zo bij Eclipse, gaat hij stoppen, stap in die witte auto. Stap en die in die witte auto, Peter. Die rijdt 500. Nu. In deze witte. Hey, succes boys! Yo! Oh shit, met wie zit ik hier? Mijn man, Ralf. Hey Ralf, fucker! Fucker. Goeie naam, Ralf, man. Goeie naam. Is je achternaam Lauren? Nee. Oh, wat een stumpetjes, ze zien een knuppel. Oh, dit is wel een snelheid, maat. Ja, 74. 74, de tering. Je kan niet meer normaal met een knuppel naar buiten deze dag. Nee, dat is moeilijk. Zo. Pak even snel weg. 74, dat ding is niet normaal, gek. Ja, betaal je ook een godsvermogen voor. Hoeveel kost zo'n bak miljoen? Ik heb gekocht voor 10. Wat, 10.000? Miljoen. Wat? 10 miljoen? Ja. Hey maat, geef me even een ton, man. Welke rijk Henk, ben jij gek? Dat is niet normaal, jongen. 10 miljoen. Zo, ik zie ze nergens meer, gek. Wat. Die jongens zijn, bro, die hebben ze helemaal achtergelaten, man. Die zijn weg. Waar wil je dat ik je afzet? Maar ik ga even ijs bellen. Of heb je ijs in de porto? Wat een balhaar, joh. Maar wat voor merk auto is dit, man? Koenigsegg. En wat? Een Koenigsegg. Zie je niet veel, hè? Nee, man. Mooi van gehoord. Mag ook wel voor die prijs. Ja, voor 10 miljoen wel, zeker, man. Lekker, man, Ralf. Je kunt hierin doorstappen. Hierin stappen? Ja, man. Hey, Peter. Hey. Hey, Tager. Hey, Tager, man. Als je maar de lul. Ja, ik kwam naar buiten met een... Met een knuppel, ik ben ready om iedereen te mappen, maat, maar ze kwamen gelijk achter man. Ja bro, kijk, voor hun is het gewoon een 50-60k of zo toch? Zijn het ook tegen ijs? Kijk, voor ons is het 10k, is niks. Ja, voor ja. Anderen is het veel bro, voor anderen is het niet. Ja, maar bro, geloof me bro, die hersenfactuur wordt nog erger. Ja, ja. Bro, ik map ze allemaal als het moet. Ja bro, gewoon slaan bro, schijt hebben. Ja, jullie wouden een plan bespreken. Plan bespreken? Ik weet niks van een plan bespreken, misschien heeft ijs weer een plan is hè? Ja, ik heb wel knuppel op mijn rug, hè? Oeh ja, je mag het. Jomo, ik ben nu op club, hè? Ik heb ook Peter hier, hè? Ik weet niet, Ja. Oh, snelle getaway, jongen. Ik zet hem even boven. Yo, boys. Hé, wat? Dat is rustig. Ja, rustig van met jou. Lekker, man. Gaat lekker, man. Hoofd alleen een beetje heen, man. Oh, ja. Zo, wie is deze meneer de Smit dan? Mr. Smit hier. Met een oortje en alles. Het is meneer Karel. Hé, wat? Ja, man. Goeiedag, hey. Man. Goeiedag. Hé hey boy, jij bent deze dagen wel chatje. Je hebt date, hè? Tuurlijk, bro. Mannen tuurlijk, hebben date. Hé hey bro, ik ben de president. Mannen hebben chimies. Nee, totaal niet. Bo, heb ik chimies, bro? Zie jij ooit dames ja, op de club? Ja, maar jij nee. Maakt ze allemaal af, hoor. Dat is het probleem. Ja, kijk hier, een bloesje open, man. Is wel fristie. Maar ik ben wel... Ah, je weet van mij, broer. Oh, dit de gelakte schoentjes, wat broer, ik had gisteren een mannetje een trap gegeven met deze pata. Oh, dat was KO. Hij was KO. Gelijk KO? Gelijk, ja, weer. En dat was de ex van die Timmy of zo? Niet ex, maar ze sprak met hem. Ze sprak wel met hem en daarna kwam ik in de picture en dat vond ze niet leuk en zo, dit en dit. Ah, bro. Maar het is opgelost, Hij doet niks meer. En hij laat haar ook met rust. Ja. Want ze heeft een poenta, broer. Broer, zo groot, broer. Zo. Ja, ik zweer het. Ze is half kabel volgens mij, man. Oh, dit. Laat die kabels met rust, man. Bang ding, man, bro. Bang ding. Oh, ja, nou. Man, heb je al gezien? Deze man is hele vrouwenmagneet, man. Wie? Ja, niet jij. Nee, ik ben op pap, broer. Ik ben niet op de vrouwen. Ja, man, nee, man. Ik ook niet, joh. Nee, maar kijk hier, man. Scheiding in het broer, deze man is de hele dag op wijven, broer. Nee, ik niet. Ja, zeker. Karel, is dat zo? Ja, man. Kijk, Karel is de peacemaker, broer. Praat altijd waarheid. Meneer, wie is de hoofd gaan we inmappen dan? Ik ben ready, man. Maat, jij moet even dat ding ergens stoppen waar het licht niet schijnt, maat. Ja, nou geloof me, dat heb ik de afgelopen je bent nog geen twee seconden buiten en we zitten alweer in de chase down, joh. Ouwe mafkees. Ja, maar ik was ready. Je laat me uitstappen. Ik vecht allemaal met ze. Ja, joh. Doordat je een nakkoe op je hars is gericht. Ja, bro. Deze dag, ik heb schijt. Richt op mijn bro. Als
Adena, koers, die boys. Peter is op weet bellen. Weet ik niet, man. Wat we niet gezien, man, bro. Als je achter de club aangaat. Ja, sowieso. Waarschijnlijk hadden ze iets. Hé, hey, ik heb voor mij nog wat kledingstukken hier liggen. Ik ga me even omkleden. Ja, joh, voel je maar thuis, joh. Oude gek. Sowieso. Ik wil ook even terug. Ah, Latief. Je mag je wel zo thuis voelen, maar je hebt nog wat op te lossen met ons, maat. Wat dan? Wat dan? Alleen zo'n idioot als jij schiet een verkeerde persoon dood. Ja, omdat... Hebben jullie... Wacht, laat me de boys vertellen. Boys, hebben jullie de grootste elf van dit jaar gehoord? Oh, vertel. Tuurlijk, hoe kon ik het niet horen, bro? Ja. Deze man... Dus... Weet je toch, hij wou erbij... Hij dacht van, weet je toch, hij is ready. Hij dacht, weet je toch? Nee, hey, iemand broer, even vast hier. Broer. Wat is het voor Aaron? Oh, nee. Ja, Peter is wel expres, hè? Wat is dit voor Aaron outfit? Ja, oh, nee, wacht. Ik ben heel erg op Aaron. Die schoenen. Kalash, sorry, maat, was niet de bedoeling. Ik heb nog een beetje poep in mijn ogen. Hadden we nou een beetje problemen gekregen door die tory van Peter? Bro, luister. Want hij had die verkeerde geshoot, toch? Deze man heeft onze tipgever eraf gehaald. Hij is bakken, boys. No. Wauw. Peter. Yo. Kijk die panda. The real tribe. Oh, nee. Dit is de real tribe. Dit is de real tribe. Dit is hoe een supporter eruit ziet, jongens. Deze man. Hey, Peter, kom horen, hoor. Wow, kijk. Ik ga nu iemand terugbrengen voor jullie. Oh nee. Dit ik kan ga niet de deur op slot doen, ouwe. Ja, dit is een goede idee. Ik ga de deur op slot doen. Maat, luister, boys. Dus, we hadden een tip gekregen van een van de jongens die ons niet wou betalen. Die hebben we eraf moeten laten halen. Dus die tipgever geeft ons de plek en locatie door waar onze verdachte is. Broer, deze man schiet gewoon die verkeerde persoon eraf. Hij heeft gewoon onze tipgever zelf eraf gehouden. Oké, bro, luister, hè. Mag ik... En jou moeten we aannemen, broer. Jij bent gek, bro. Jij hebt jou... Kijk hoe je erbij loopt, bro. Je loopt erbij als Charlie Chaplin of Kio een chocoladefabriek, Mattie. Oh, Charlie Chaplin en Sjaakje van de chocoladefabriek zijn twee verschillende... Ik weet dat je geen tv hebt gehad op de bios, of in ieder geval geen zenders. Maar dat is... Maar luister. Let op je gedrag, man. Jij hebt zeg maar jouw kant van het verhaal verteld. Dan mag ik mijn kant van het verhaal vertellen. Hé, hey, wat vertel jouw kant van het verhaal, Mattie? Oké, stel je voor je krijgt een hit, toch? Eindstand, jouw opdrachtgever, hè, de persoon die jouw opdracht geeft. Daarom heet het ook opdrachtgever, snap je? Anders zou het opdrachtnemer niet heten. Maar het heet opdrachtgever, omdat iemand opdracht geeft, snap je? Okay, hey broer, okay. Je hoeft ons geen les te geven, man, broer. Oké. Maar iemand geeft je opdracht. Hij zegt, diegene met die tas eraf halen, hè? Bro, ik zie één iemand met das lopen. Die schiet in, bro. Kijk, ja, met das. Ja. Snap het wel, ja. Maar timer. Dus die man, die tipgever, zou zich voordoen als een klant en die zou geld gaan wassen bij die gozer. Toch? Broer, we geven hem duidelijke instructies hoe persoon eruit ziet, wat persoon aan heeft, foto, alles erop en eraan, toch? Man schiet die andere guy eraf die totaal niet dezelfde kleding aan hebt, maar wel een tas toevallig aan had. Maar hebben wij daar nog problemen van gekregen? Dat die verkeerde is opgelegd? Dat is een groot woord, maar we hebben wel complicaties gehad door deze bullshit. Hoe is het op hetzelfde? Die man leeft nog! Die man leeft nog, broer! Hij heeft het overleefd! Broer! Hij leeft! We hebben de verkeerde eraf gehad. Wat is hij nu? Is hij nu gehandicapt geworden of wat? Nee, broer, die tipgever is eraf. Tipgever is dood. Wow, was headshot, hè? Eén keer, maat. Één kogel nodig, man. Ze noemen mij One Bullet. One Bullet verkeerde. Ja, maakt niet uit. Wrong Bullet, maar wel gewoon goed in het hoofd, man. Hoi, schat. Schat, ik bel je later. Oh. Ja, ik ben heel even bezig. Even niet. Chachi guy. Dus, maar bro, weet je, fouten zijn er om gemaakt te worden en om ze recht te zetten. Bro, ik ben ready, man. Klopt, maar hoe ga je het recht zetten? Bro, geef mij die nummer. Bro, breng mijn locatie. Het zou een wonder zijn als hij nog in de stad is. Bro, we vinden hem. Ik ga even mijn contact opzoeken op de PC. Ik ben zo terug. Hij heeft nog Windows XP, wist je dat? Yo, bro. Ik ben hier nog nooit geweest, maat. Oh, dit. Dus jij wil dus een beveiliger? Hey bro, ik zeg je eerlijk, ik ben dit is dierenleed, hè. Dit kleed moet eruit. Peter, je hebt niks te zeggen hier. Dit kleed moet eruit, maat. Dierenleed, man, bro. Dit is toch niet normaal? Broer, rot op, man. Bro, dit is toch niet normaal, bro. Weet je hoeveel dit waard is, man, broer? Ja, maar bro, weet je hoeveel waarde het in leven? Deze ding had kinkjes, alles, hè? En dat zeg jij. Jij schiet een onschuldige meneer dood en dan ga jij hoeren over een tijger die jou 80 jaar de pijp uit is. Bro, ik hoop dat zijn kleinkinderen gewoon nog stabiel zijn. En als ze niet stabiel zijn, dan is het door jou.
Ja, toch? Ja, dan. Het is mijn schuld, hè? Man denkt, hij is Indiaan. Man. Maar pas je nou op, maat. Onze voorouders niet beledigen, anders kun je daarnaast liggen. En dan maken we ook een standbeeld van jou. Maat. Ja, ik weet niet, maat. Dus pas je nou op, maat. Ja, oké, okay, weet je. Ja, weet je. Ik ga het hier gewoon bij. Heb je dat ding wel eens op? Loop je nou ons cultuur uit te lachen? Nee, maat. Ik vraag alleen of je dat ding wel eens op. Hé, Hey, maat. What the fuck is er met jou? Maat, denk ik, sla jou niet. Ik ben. Wat? Je bent vergeten wie ik ben. Oh, je mag niet kunnen er zijn. Weet je zeker? Bro, luister dan. Ja, de enige veren die jij hebt, zit in je reet, man. Rot op, man. Ik ben het zat. Ja, nou ben ik het zat. Oh jee. Ja, hij dreigt me weer. Pas je nou op, maat. Ik ben het helemaal zat met jou. Waarom richt je die wapen op me? Omdat je gewoon vervelend bent, broer. Van doe je gek tegen mij? Ik doe niet gek tegen jou, maat. Ik zeg alleen, kijk hier. Ik vind dit gewoon... Welke carnaval ben jij geweest? Je bent van voorouders, motherfucker. Welke carnaval heb jij gezeten, man? Hij noemt onze drijf gewoon een carnaval, boys. Nee, ik wil gedragen. Je bent hier te gast bij ons, bro, maar ga geen rare dingen zeggen, alsjeblieft. Maat, we hebben nog wat op te lossen en dan ga je dit hier onze cultuur beledigen en zo. Fucking nee, idioot. Kom op, man. Stop dadelijk die knuppel waar het licht niet schijnt, maat. Ja, ik vind heel veel bedreigingen in een paar minuten. Ja, maar je moet niet aan onze traditie... traditie, bro? Je hebt daar iemand even gewoon een hoedje gemaakt met veertjes erop, of is die echt, wil je zeggen? Wat gaan we met deze man doen, man? Bro? Tuurlijk is die echt, bro. Kom op, man, bro. Je weet voor ons, wij doen niet aan neppe tories, broer. Nee, maar is die... Kijk, vraag is die... Hij is nog van Louis gemaakt, broer. Wat hoor je? Maar is die Louis teken daar roelen? die veren zijn wel mooi. Dat... Peter, check alleen die tapijt hier zo onder. Check die tapijt. Kijk die hoekjes van die tapijt. Oh, de details, hè? Oh, come on. Oké, dus ik heb één ding geleerd. Je mag niks zeggen over Indianen hier zo. Mag wel, maar jij bent op Lullings. Hey, wat ga je zeggen, Oba? Wat ga je zeggen? Nee, wie is dat? Wie is dat? Hey. Ik kan je vroeg zeggen, eerlijk. Toen IJs die vond, hier had gezegd, ik kijk ook voor even van, hoe dat? Oh shit, yeah. Kijk aan hier liggen. Ik weet niet, man, misschien is het zijn vrouwtje. Ik weet niet, hij heeft dan iets over zijn vrouwtje, man. Het is wel disrespect als zijn vrouwtje is, man, maar... Nou, heeft het goed gedaan, eerlijk. Zou IJs deze foto gemaakt hebben, denk je? Zo liggend op bed. Het ziet er wel een beetje professioneel uit. Ja, ja. Maar ik ga niet voor je liggen. Als het een vrouwtje is, shorty en little baby. Ja. Heerlijk. Dat wel. Maar aan de andere kant, moet ik ook wel zeggen, dan heeft hij het wel goed voor elkaar geregeld, hè? Ja, ja. Maar hij heeft money, hè? Ik weet niet of je het weet, maar die man heeft money. Dus je wil zeggen, hij kan alleen maar zo'n vrouw fixen door de money? Nee. Nee, maar dat no. Dat zou ik nooit zeggen. Jij wil gewoon zeggen, met jouw charme zou je zo'n chick kunnen fixen, maar voor IJs zou het alleen maar... Ik zou wel een goed babbetje met haar kunnen voeren, ja. Dat wel. Je gaat praten met IJs en vrouw? Maar je verdraait dingen, broer. Je verdraait dingen. Hoeveel kost zo'n bedrijf? Eigenlijk filmregisseur maken. Hé, IJs. Hey, IJs, we hebben een vraagje, man. Peter heeft een vraag. Ja, man. Yo. Wie is deze charmante dame op de foto? Laten we het daar niet over hebben. Oh, dit maar man is niet je vrouwtje, toch? Heartbroken. Huh? Niet je vrouw, toch? Nee. Nee, ja, okay, gelukkig. Hij is heartbroken. Hij wil het er niet over hebben. Bro. Dat was mijn eerste vrouw, ja? Die is doodgeschoten. Ja, man. Oh, fucked up. Sorry. En dat is mijn tweede vrouw hier. Ja, man. Oh, is niet hetzelfde? Nee, is niet hetzelfde. En dit is de hand van mijn overleden vrouw. Hier. Dat is wel raar, broer. Wat? Ja, maat, het was een goede hand. Sla je nog wel eens paga daarmee, of? Motherfucker, ik sluit je dadelijk op in die tyfuskelder, maat, en je komt er nooit meer uit. Als je dan nog aan haar denkt, dan is ze er gewoon weer. Oh, nee, bro, wie is ze? Dadelijk wekt ik haar op en dan... Voilà, hij doet gewoon zijn ogen dicht, hij pakt die hand en hij geniet. Oh. Klaar, bro. Ik ben bezig te lang hier, man. Kijk, zie je die vorm van die hand? Alsof hij wat vast hebt, toch? Je ziet het, toch? Ja, hij is zo gebleven. Zo is hij eraf gegaan, oh shit. Dit gaat te ver, man. Laten we gaan weer. Ik wil uit het kantoor. Mag niet, broer. Dan ga je. Eerst even terugnemen wat je over ons cultuur zei, man. Ik neem terug wat ik over jullie cultuur en veren zei, man. Ah, cool. Deze veren zijn mooi. Ik ga daar gewoon op houden. Petertje. Ja? Ik heb je een e-mail gestuurd. Check het even.